Meneer Aardbeving? Ja? Hallo, 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 hoe is het, Rolly, hallo, Je gooit een rails op de grond. Echt niet, ik heb het nog steeds in mijn hand. Nee. Dat is niet mijn rails, vriend. Nee, niks. Dat is niet mijn rails, vriend. Wat doe je, Rolly? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je, Rolly? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Rolly, wat doe je? Wat doe je? Wat ben je nou aan het doen? Wat doe je? Wat ben je nou aan het doen? Rolly. Waarom doe je dat? Rolly, wat doe je? Rolly, wat doe je? Rolly, wat doe je? Ik doe slopen. Oké, waarom doe je slopen? Leg ons dat eens uit. De kijker wordt nu, er moet helemaal niks van mij, maar jij doet vrijwillig, want je wil alles slopen in de server, heb je gezegd. Je hebt alles slopen, zei hij. Niet waar. Dit is van Sammetje, dit hebben we gekopieerd, want dit is een idee. En wij gaan in dit hoekje helemaal opnieuw inrichten, want we zijn namelijk bezig met het renoveren van dit plekje, gebiedje, om het zo te zeggen. En die achterlijke bankjes halen we eerst weg. Ook al ziet het er wel heel mooi uit. En dat boompje maakt het ook wel een beetje af. Maar. Wat nou? Nee. Wat? Maakt het niet af? Oh, nee, ja. Nou ja, ik weet niet. Je kan ook een eigen mening hebben. Dat je zegt van, ja, nou, het maakt het niet af. Nou. Ik maak dit gras. En waarom doe ik dat? Omdat ik dat mooi vind. Okay. En dan komt het wat mooier over, want het zag er een beetje raar uit. Zo, dan maken we dit gras. Zo, dan hebben we dit mooi opgevoerd. En dan maak ik hier een klein trappetje. Maar is dat niet te krap, jongens? Even kijken. Ik denk dat ik dit anders aanpak. Door zo. Wat is er? Doe ik het niet goed? Doe ik het niet goed? Dat moet je gewoon zeggen. Ja, dat moet je gewoon zeggen, hoor. Ja, oké. Oké. En, en wij gaan hier in het hoekje gaan we deze molen gebruiken als decorstuk van een kinderclown. Hoe noem je dat? Dit kan ook weg, deze. Showtje. Ja, een clownshowtje inderdaad. Want we hebben natuurlijk een aantal shows in het park. Denk aan Breyers Comedy Club. Denk aan de Fonteinshow. Denk aan de Wild West Show. En denk aan het grote theater wat hiernaast staat. En het lijkt me leuker om dan hier een heel klein clownshowtje vrij te geven voor de kinderen. En ik denk dat dat wel een heel gaaf idee is om hier in de hoek dan zo'n decorstelling te maken van wat wij hier zien. Dus wat we gaan gebruiken is die slabs, hè, als een ondergrond. Maar dan moeten we dit kleine torentje ook ophogen. Dus wat ik dan doe is, we maken hiervan een deur, die gaan we ophogen. Pak jij het zwaard? Oké. Katrien Duk, je lijkt niet eens op Katrien Duk. Zo. En mensen hebben ons al gespot, hoor, want waar wij ook bouwen, wij worden altijd gezocht en gevolgd door alles. Door iedereen en ja, door iedereen worden we altijd gevolgd. Iedereen gewoon. En het lijkt me leuk om dit showtje in een hoekje te zetten, dus dat we dadelijk als we een kleine tribune maken van kleine bankjes op de grond, dat mensen dus, en dat kunnen we van sters doen, denk ik, hè? Beste. Denk je niet? Ja. Jongens, jullie zijn zo stil. Ja. Komt dat? Kijk, er wordt zo'n slooptip maar inderdaad. Maar dit is het idee, dat is gewoon dat we een voorbeeldje hebben. Nou, allemaal? Ja, dit mag je slopen, ja. Dat we een beetje een idee hebben. Zo. Hoppakee, nou, Rowie pakt een grote extra. Nou, Rowie, een beetje grof weer bezig hier met die pickaxe van de. Ik heb die niet, hoor, die pickaxe. Ik heb wel wat anders, maar die sloopt heel veel. Oh! Sorry, die sloopt, die maakt een boom. Spontaan. Wow. Sorry. Sorry. Zo, die slopen we helemaal, deze boom. Maar doe je het toch niet? Ja, ik doe dat wel, hoor. Doe ik gewoon. Zo. Oké. Deze ook? Oké. Rolly. Wacht. Ik maak hem wel, want dan doe ik hem één in de grond. Let op. Oh. Hoppa. Oké. Sorry. Maakt niet uit. No problem. No props. Oké, we gaan kijken hoe breed maken we dat decor. Nou, het is zeker wel 3 breed. Dus dan moeten we daar tellen op 1, 2, 3, 4, 5 blokjes. Dan maken we dit ook 4, 5, zoiets. En dan maken we een leuk hoekje, zo. En dan zouden we dit nog inderdaad zo maken, ja. Niet te breed. Nee, Rolly, dat zijn de 6. Nee, stoppen. 5 breed hier, 5 breed en hier 5 breed. Meer niet, zou ik doen. Laten we dit doorgaan zo. Anders ik zou er een rondje van maken. Anders wordt het te breed, denk ik. Nee, het moet meer. Ja, iets. Nou, zo is hij wel aardig groot, hoor, denk ik. Ja.
Moet niet te groot worden, nee, hè? Eentje. Het is een klein kindershowtje. Zo. Dan maak je hem dan niet zo rond, zou ik maar zeggen. Ik weet niet of je hem kwart hebt. Nee, dit is toch, dit is goed, zo perfect. Jij wilt hem zo ook laten doen. Zo kwart. Ja, maar nee, ja, dan komt hij mooi uit op de muur. Ja, zo'n kleine... Nou, wat dacht je van die kleine bankjes, wat je bij kinderen ziet? Dit is meer een stoelen, dat je meer van die... Ik heb hem ergens gezien staan. Wie had dat nou gebouwd? Ergens in de park stonden van die soort van kleine... Oh, die? Ja. Bij de Rocky Mountains? Nee, het was in Efteling, in Wonderkraft. Kijk, het was iets als dit. Kijk, ik kan het heel moeilijk maken, maar... Het is zoiets als dit. Dit is even een grove schets, hè? Zo. En dan hier nog zo'n één. Dus dan ongeveer... Die had ik gemaakt. Zo. Wacht even. Let me proberen. Let me proberen. En dan... dit is dan cobblestone. Kijk, dan heb je zo'n bankje. Weet je, was echt zo'n kinderbankje. Ja, dat weet ik. Die heb ik gemaakt in de Rocky Mountain. En dan schuin. Maar dat wordt denk ik lastig. Dus dan moeten we twee rijen maken misschien. Of lukt dat niet, denk je? Ik weet het. Ik vind het wel realistisch. Je zou hem ook zo kunnen doen, hè? Toch? Mhm. Ja. Of is dat raar? Kan je dan beter sterren gebruiken? Ja, je zou ook rijen van zo kunnen maken en dan zo. Mm-hmm. Of is dat raar? Nee, dat is ook raar. Want die kinderen zitten dan helemaal om zich heen te kijken. Nou, dan doen we gewoon sters. En dan denk ik dat we gewoon in de houtkleur misschien de netherbrick kunnen pakken. Is dat leuk zo, ja? Zoiets? Is dat een leuk idee voor die kinderen zo? Is dat leuk? Of ja. Niet? Oh, voor mij moet hij zo lopen, aardbeving moment. Zo. Dan is die beter. Ja, dan staat hij goed. Wat ben jij aan het maken, Ruby? Oh, je bent van die... Zo'n trappetje dat je podium op kan voor de kinderen. Of niet? Mm-hmm. Eigenlijk niet. Ja, dat is leuk. Misschien voor je minder dat ik het even sloop zo. Dat ik dan eventjes een trappetje maak dat mensen kinderen erop kunnen. Want de kinderen worden uitgenodigd door het clowntje Peppy. En die komen dan op het podium. Ik zal Peppy gelijk neerzetten. En dan ga ik even zijn naam spotten. Oh, ik zie hem al door de muur heen. Namelijk... Even kijken hoor. Ja, Peppy. Ja. Dat is clownen. En dat is onze Peppy. Die is onze grote vriend. Want die hoort bij de attractie natuurlijk, hè? Ja, die hoort bij de clownenval. Die geven ook de clownenval... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij geeft gewoon een show. En dan zegt hij, ben jij al in de attractie geweest? Nou, ik nog niet. Want ik ben te oud voor de attractie. Ja, welke kleur was dat ook weer? Ik zit helemaal te niks, jongens. Zo. Robby, wat wil jij nou weer zeggen, maar je wou het niet zeggen, want je zei het niet. Huh? Niks? Wou je niks zeggen? Oké. Okay. Wou je niks zeggen, Robby? Nee. Nee? Wou je niks zeggen? Nee. Hè, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Robby, wat ben je aan het doen? Robby. Niks, ik sta hier. Kijk, dit is leuk dat het schuin is, dat groene. En dan kunnen we hier ook nog misschien wat planten tegenaan zetten, zo. Dat het een beetje minder saai oogt. Dat je niet dat daar een muur zit te staren. Van, oh, dat is de theatermuur, zo. Dan zou je inderdaad hier nog een paar plantjes kunnen neerzetten, zo. Ja, dat is leuk. Beetje opgevrolijkt. Ja, kijk, die bankjes zijn leuk, zo. Ja, dit ziet er al een stuk leuker uit. En misschien zo. Zo doen, of niet? Is dat raar? Is dat raar of niet? Jongens? Nee, dat ziet er raar uit. Echt? Ja? Ja. Oké, dan maar... Een beetje maar. Oké. Nou, dan zo. Dan zou ik hem zo doen. En dan ogen in het publiek, kindertjes, hier. En dan maken we allemaal van die hoofdjes. Zetten we allemaal hoofdjes eraan, ja? Is dat leuk? Dat we hoofdjes neerzetten op... heb jij nog... Zullen we eerst een van Rooie pakken? Waarom? Ja. Geen kind. Nee, maar je zit daar wel in die tribunezaal. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Jij wou naar die show. Kijk, je zit gewoon mee te kijken. Zal ik mij dan daarna zetten dan? Ja. Oké. Okay. Gaan we daarna verder bouwen aan de... Twee konijnen. Ja. Oh, voor mij kom... Ja. Oh, nog een konijntje. Oh, en Erik zijn... Oh, Erik ook een konijntje, ja. En zullen we Katrien Duck er ook bij zetten? Want die is hierbij.
Kijk, die probeert ook op te pakken. Katrien Duk 9. Nou, die komt er dan ook bij. Kijk, die zit naast mij. Oh, wacht. Oh. Wat is er? Wat is er? Is er wat? Is dat Gio? Dat is Gio. En die sneeuwman. Oh. Sneeuwman. Abrason. Abrason, die pakken we ook gelijk. Ambra. Die pak ik wel eventjes, zo. Oh, die heeft een wit gezicht. Zit voor een 3D op zijn hoofd. Nou, die nemen wel een keer een andere skin dan. Zo. En wie hebben we nog meer? Wie zijn nog meer in de omgeving? Sam van Gas. Clownen, hè? Sam van Gijs heet hij voor mij. Ja, die zetten we er ook bij, zo. Die komt hier. Bram natuurlijk, ja. Die zetten we hier op de hoek, zo. Hij heeft ook geen neus. Zo, hij heeft ook geen neus, nee. Nice. Nou, beter dan geen ogen en geen neus en geen mond, zeg maar. En wat dacht je? Ja. Oké, dan gaan we hier eens wat maken. Een leuk gebouwtje of zo. Ik ga eens kijken of we wat in de clownenval kunnen terug laten komen op het podium. Dus dan ga ik gewoon even in de attractie kijken zelf. Dat is altijd wel leuk. Ik gebruik dan even mijn kompas voordat ik weer dingen sloop. Net als vorige keer in de aflevering. Kompasje is makkelijk. Dit is ook zo'n kale wing. Ja, dat zie je niet. Een leuk dingetje moeten we zoeken. Een leuk gebouwtje. Even kijken. Nou, dit is een beetje Italië is dit. Nou, dan gaan we verder. Leuke raceauto. Dan krijgen we natuurlijk die jungle thema. Ik loop er even snel doorheen. En dan krijgen we natuurlijk Nederland. Met kraampjes. Dat is misschien ook wel leuk om een Nederlands kraampje erin te zetten. Daar kan je wel een leuke sketchje uitvoeren. Ja. Ja, oké, nou dat je weet ik wel. Je hebt ook al een woorden dus, ja. Ja, dat wel, ja. Leuk hoor. Kijk al die mensen zitten. Het ziet er zo raar uit als je van achter zit. Moet je kijken, heb je dat gezien? Oh, Bram, die zit met zijn hoofd omgedraaid. Ja, en die... Twee gezichten of zo. Oh. Misschien als we... Nou, omdat daar alleen een molen staat, zouden we hier in principe wel een gebouwtje moeten neerzetten. En dan denk ik gelijk aan klei. Klei is altijd wel... Klei maakt mij blij, Roby. Wist je dat? Ja. Wat maakt blij? Klei maakt mij blij. Klei maakt mij blij. Leuk voor je. Misschien kunnen we een heel leuk gebouwtje maken zo. Een klein winkeltje. Dit is gewoon een heel simpel model van een winkeltje. En dan maken we even geen bricks dan. Wat voor slabs maken we als deur? Een houten... Sters? Houten... Is dit niet misschien wit? Ja, dat is wel een goed idee. Ja, dat is wel een heel goed idee. Is die iets te... Ja, er kan wel zo'n klein dingetje. Ja, perfect. En misschien zou het gas weg... Ziet hier wat achter? Ja, de attractie, denk ik. Ja, ik sloop gelijk wel alles. Zo. Oh, zit ik in de muur? Ja, ik heb het even... Ik maak dit zwart. Zo. Zo. Dat als jij een deur maakt hier... Oh. Kst. Hebben wij een Hall of Fame? Ja, een beetje de VIP-room. Zo. En dan maak ik hier een deur in. Zo, die deur. Die kan gewoon open en dicht, zo. En er staat namelijk een clowntje achter. Namelijk. En die clown, die geven wij. Ik weet niet, oh, het kan niet, je kan er geen... Jawel, wacht. Hey. Jawel, je kan ja, nee, ik weet het, ja. En we doen hem dicht, kom, snel, kom eens. Kijk. Nou, laat de voorstelling beginnen. Roby? Ja? Ik wist niet dat jij zo, Oh, kijk nou! Want Pietje heeft ook een konijnenskin. Roby, ik wist niet dat jij zo'n grote rol speelde in de show. Weet ik. Ik ben ook vet famous. Ga eens weg. Die NL-witje moet even weg. TP hier. Kijk. Zie je het, Roby? Hoi. Leuk. Echt Wat is er? Waarom, wat is het dan? Zie je het niet? Jawel. Wat zie je dan? Ja, mijn hoofd of die Ja, kruis. Dat is toch geniaal? Oké. Okay. Oh, het is een tweeling. Zal ik mijn hoofd dan ook op ze opgooien? Ja, of die sowieso. Van Erik? Nee, die van Erik. Wacht even. Oké, okay, zaag ze kop. Let op. NPC
Maar waarom gaat iedereen in me staan? Dat is zo hinderlijk, jongens. Oh. NPC select. Deze. En dan NPC equip. Even typen, jongens. En dan gaan we daarna verder met de omgeving. Let op. No! Geniaal. Oké. Nou, we hebben dus 3 clownjes hier staan. Dan moeten we nog even wat bedenken hoe we dit hoekje kunnen vullen. Kunnen we hier nog wat in het hoekje zetten? Dat we die hele lelijke hoek hier kunnen weghalen. Misschien attributen? Of sowieso, weet ik het alweer, wat we zijn vergeten. Kaasblokje? Nee. Wat dacht je van de lichten opstelling? Oh ja. Ja. Hoe deed we dat ook weer? Zo, hè? Een beacon eraan, hè? Ja, ja. Maar hoe deed hij dat met die stangen? Ook van iron of van stone? Van iron. Huh? Kan jij hier ook een paar dan inzetten? Zo? Dan maken we gewoon zo. Want die dingen moeten niet in de weg staan voor die kinderen. Want, oh ja, we zien niks. Oké. Ja, dat is ook niet mooi, toch? Nee. Zeker niet. Kinderen moeten wel zien dat het een molentje is, niet dat er alleen, dat ze alleen maar naar stangen lopen kijken. Nee. Zo is toch? En dan doen we er lampjes aan, toch? Beacons? Ja, beacons? Lampjes erop en klaar! Oké, hier beacon en daar een beacon. En daar een beacon en... Gezondheid. Aapfonds. Gezondheid. Dankjewel. Moet ik het nog even een keer zeggen? Nee, nog niet. Kijk, dit is wel leuk zo. Misschien moeten we die hoek wel opvullen met een gebouwtje, denk ik, aardbeving. Zullen we dat doen? Ja, ik vind dat ook goed. Ja? Dat we dit een beetje opvullen, dat je minder hard die harde hoek krijgt. Misschien wel een gordijn waar ze zich verkleden achter. Een rood gordijn. Dus van red, misschien is het niet de idee. Van red wool. Ja, een kleine opening. Ik zou er iets... even kijken hoor. Even kijken hoe die andere zon die staat in de weg. Tripper hier. Ambra. Ga eens even lekker weg daar. Ik weet niet of het... Of... Ja, nee. Niet, dat is heel erg opgesloten. Even kijken hoe even. Ja, misschien is dat wel een leuk idee dit, ja. Reach. Ja. Nou, perfect dat hij die kleuren zo doet. Zo. Lukt het, Roy? Nee, gaat ook weer in je staan, hè. Gaat ook weer echt erbij. Ja, dat is wel leuk zo. Ja, dit is wel leuk. Ik ga even met ze helpen met survival. Ja, is prima. Succes! Dank je. Nou, dan gaan we eens kijken of we hier... Dit is wel leuk zo, ja. Hè, zo'n show. Ik vind hem heel erg leuk aan het worden. Is, ja, is leuk. Met ook die bloemetjes op de achtergrond. Misschien kan ik hier nog zo'n bloemetje... Die wil ik eigenlijk nog wel in de muur maken. Ik doe even dat hele vervelende muziekje uit. Beetje zachter, want dat muziekje is een beetje vervelend aan het worden. Maar dan maak ik die van een andere kleur, want ik zie altijd dat ik groen, zo. En dan doen we die kant op, zo. Zo. En dan kunnen we daar een gele bloemen maken. Met rood erin, zo. Oh. Oké, dan moet je bedenken dat hier dan, daarachter... Ja, zal ik bedenken. Als ik het vergeet, moet ik me niet excuseren. Kijk, nu hebben we wel een 3D bloem. Zo. En hier, huppakee. Nou, leuk. Gek. Ik zou het niet beter doen. Misschien zou je hem 1 steeltje kunnen laten hebben. Dat zou op zich wel kunnen, hoor. Een heel klein steeltje zo. Daar dat. En dan, Hoppa. Ja, dan moet ik even dat blokje bij mijn hoofd in mijn hand geven. Even kijken, dan give the finish snel en dan geven we ons 43.8. Nee, dat is hem niet. Oh! 9! Ik weet het, ik vergeet het elke keer. I'm sorry. Zo. Ja, beter joh. Leuk hè, dat dit decor. Dit is echt, het wordt nou al druk bezocht. En de clown is niet eens opgetreden. Ze hebben nog niet eens een show. Leuk hoor. Nou jongens, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. We gaan hem sowieso afsluiten en... laat zeker weten wat je hiervan vond. We gaan het nog een beetje opfleuren met... Ik dacht, misschien kunnen wij nog wel een flowerpotje pakken. En dan kunnen we daar een... Ja, dan kunnen we... Hij heeft geen flauw idee. En dan kunnen we misschien wat bloemjes in doen. En misschien kunnen we ook nog wat met oakleaves doen. Of met een leuk bosje in een flowerpot. Dus misschien aan de voorkant hier. Dat hij daar wat geks mee doet met een plantje of zo. Hè? En hier moeten we natuurlijk attributen neerzetten. Dus wat zou een clown gebruiken? Nou, sowieso een ladder zou ik hier tegenaan zetten. Wat zeg je? Ballonnen.
Ja, hoe maak je ballonnen die ze vormen? Hoe maak je ballonnen? Kan je daar geen blokje op gooien? Kan je daar geen ballon op zetten? Nee. Ja, en dan kun je hier inderdaad een bloemje, een takje op zetten, zo, voor een opfleuring. En dan zou ik nog een heel klein groen, even kijken, als we dit, oh, dan weet ik wat leuks, hé. Ik weet wat heel leuks, kijk, als we nou dit doen, zo, dan vormt het een beetje een decorstukje. Leuk hoor. Kijk, dat is heel leuk. Dat ziet er ontzettend leuk uit. Oh, dit gaat er goed uitzien, dit. Dit ziet, oh, leuk, die ballonnetjes, ja. En misschien dat je er een paar kan vastbinden aan dat ijzer hier. Hè? Vinden mensen ook heel leuk. En misschien kunnen we... Maar ik bedoel, in die opslag. Misschien kunnen we nog wat in die opslag doen. Misschien een boekenkast. Dat hij wat boekjes pakt. Zou kijk, kunnen. Zulke dingetjes bedoel ik een beetje zo. Dat we een paar boekjes pakken zo. En een kleurtje geven. Een klein sponsje. Sponsje. Zo. En misschien geven we hem ook wel een kistje met natuurlijk dingetjes erin. En dat kistje zetten we dan hier neer. Twee kistjes zo. En dan zetten we ook nog een klein kistje op het podium zo. En hier nog één, want er zitten altijd dingetjes in nog. Zo, die zetten we hier op de hoek. Zo. Nou, perfect. Zo zie je maar weer. We hebben alweer wat leuks gedaan. Bedankt voor het meedoen aan deze special aflevering. En dan zie ik je volgende keer met weer een nieuwe special door de weeks. Doei, doei! Doei!